Wie is Teuntje? De vriend. Ah. En wat is nou van bovenaf de mooiste wagen? Ja, mijn eigen, hè. 2.750.000 kilometer gelopen. Je weet toch wel dat je gordijntjes roze zijn, hè? Ja, dat heb ik zo bedacht. Nou, geweldig. Nee, valt wel mee hoor. Ja? Ja. Als het me niet lukt, dan laat ik het wel door een jongen doen. Maar jij bepaalt hoe het erin komt, hè? Ja. Waarom dan? Omdat ik het er ook weer uit moet draaien. Wie is Teuntje? De vriend. Ik ben 21. Heel jong. Ja. Toch? Ja. Ja, ik bedoel, voor jongens die zitten ook vanaf hun 18e, 19e op de vrachtauto. Dus ja. Ja, ik wist nooit zo goed wat ik eerst wou. Ik heb een HAVO-diploma. Vader en moeder die hadden altijd zoiets van, ga je eerst een opleiding doen. En ik had zelf ook zoiets van, het is wel handig, want dan heb je in ieder geval wel wat achter de hand. Dus ik heb eerst een half jaar verpleegkundige opleiding gedaan, HBOV. En, maar daar vond ik niks aan. Toen wist ik eigenlijk nog niet zo goed of ik nou chauffeur wou worden of iets anders. En toen had ik zoiets van, ik begin er gewoon mee en ik kijk wel, als er niks wordt, dan stop ik er wel weer mee. Dus, maar ik doe het nu al 2,5 jaar en ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Dus, Maar voel je ook stoer? Niet echt stoer of zo. Ik voel me gewoon een beetje trots of zo, dat je dat kunt, zeg maar. En heel vaak complimenten van mensen van, wat goed dat je dat kunt. En dat vind ik wel leuk. Zo makkelijk gaat dat. Nou, dat ging heel makkelijk. Deze kraan zit plus minus 45 ton. Dus. Moet je niet verliezen onderweg. Nee. Zet me goed vast met 4 kettingen. Ja, moet dat ook allemaal schoon? Allemaal schoon. Waarom? Je hebt nog last van rijwind en alles. Als er wat afwaait, iemand krijgt het tegen de auto of voor de auto. Hetzelfde. Steentjes tussen. Ja, dat is gevaarlijk. Je kan er niet helemaal voorkomen, maar ik doe mijn best. Wat betekent dat? Wilt u een proefrit maken, alsjeblieft? Waarom? Nou, omdat de meeste mensen hebben niet in de gaten hoeveel ruimte je nodig bent en dat je gewoon je tijd nodig hebt om de bocht door te komen. En dan een keer voor of achteruit moet. En iedereen heeft stress tegenwoordig. Ik die sticker er maar op geplakt. Probeer het zelf maar eens, alsjeblieft. Voor jou. Dat betekent alles voor mij. Omdat ik had in hier een Scania V8 gek ben. Ja, ik heb dat ooit bedacht en toen waren we op een feestje, in een tuinfeestje. En toen werd er gezegd van, we hebben een Scania V8 dag nog nooit gehad in Nederland en ook in Europa. Dat ga ik een keer organiseren. Het tweede jaar was hetzelfde liedje weer. Toen zei mijn vrouw die zegt, nou hou je op te zeuren over. Of je gaat het doen, of je stopt ermee dat gezeur van ik wil een V8 dag houden. En de jongensdroom van mij waargemaakt. Hoe oud ben jij? 17 jaar. Wat doe je dan met een vrachtwagen? Ja, dat is hobby. Mijn hele leven zit ik ertussen en dat vind ik gewoon mooi. En dan moet je allemaal nog wachten tot je mag rijden? Ja, heel officieel wel, ja. Mag het niet. En hoe voelt dat? Ja, het duurt wel lang. Nog een jaartje en dan zijn we er. Dan ga je rijbewijs halen dan? Ja, dat is wel de bedoeling. En hoeveel geld heb je erin gestoken? Nou, dat zou ik zo precies niet weten. Het is allemaal steeds een beetje. Precies weet ik het niet. Hij is heel mooi, hè? Ja. Bij mij is het gewoon zo, het brullende geluid van de Scania moet eruit komen. En dat hoort ook. Ik rijd zelf ook nog.
En als ik erin meeneem, dan neem ik er altijd wel in mee met veel geweld. Vorige week reed ik over de Dam in Geuzen. En reed ik er langs die woningen in. Het was net of de ramen erin in donderen. En dat vind ik leuk. En wat is nou van bovenaf de mooiste wagen? Ja, mijn eigen, hè. Welke? Hier vooraan, de driejasser, hè. Daar, die driejasser die naar die blauw-witte staat. En dan niet te vergeten, hè, de 143. Die daar staat. De laatste van dit eerste rijtje. 2.750.000 kilometer gelopen. Hoeveel? 2.750.000 kilometer. En wie is er nou het trotste, denk je, op jou? Je vriend, je vader, je moeder? Ik heb geen idee. Dat weet ik echt niet. Maar zijn ze trots, denk je? Ja, dat denk ik wel. Mijn vriend die vindt het gewoon superleuk dat ik het doe. Ook omdat ik vind het werk wat ik doe ook gewoon heel erg leuk. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk, dat je ook wel doet wat je leuk vindt. En mijn vader die vindt het gewoon superleuk dat ik werk doe wat hij ook heel lang heeft gedaan. Je weet toch wel dat je gordijntjes roze zijn, hè? Ja, en dat heb ik zo bedacht. Iedereen heeft rode of zwarte of blauwe. Ik reed in de roze auto en een roze gordijn hebben. Hoe kom je daar dan aan? Ik was een keer bij mijn vorige werkgever en reden we ook met textiel. En toen kwam ik in een roze gordijnstof tegen. En de firma Heun ken ik al heel lang. En toen kwam ik daar werken en toen schoot me die rol stof in naar binnen. Ik denk, maar daar kan ik mooi gordijnen van maken. Mijn moeder gevraagd, kan je dat? Ja, zeker, zei ze. Nou, dan gaan we dat doen. En toen kwam ik aan de roze gordijntjes. Wat vinden mensen daarvan? Ja, de meningen zijn verdeeld. De een zegt, je bent gek. En de anderen zeggen, het leek super mooi bij de auto. Ik vind het zelf ook mooi staan. Maar het lijkt me wel een duur grapje, dit. Ja, het is een dure hobby. Maar je hebt het er wel voor over. Nou, de baas kocht een nieuwe auto. Hij zei, heb je nog wensen? Ik zei, een paar wensen heb ik wel, maar ik zeg, ik wou een paar extra lampen erop. Ik zeg, mooie bekleding van binnen. Nou, hij zegt, doe je best. Ja? Ja. Nou, een goede baas heb je dan. Ja, ik mag niet klaar. Hij belde op en hij zegt, je moet even naar kantoor komen. Ik zeg, oh. Ik zeg, wat is er dan? Dan was ik op kantoor en doe wat. Hij zei, ik heb je die auto gekocht. Het begon je te glimlachen. Toen heb ik hem maar een kus op zijn hoofd gegeven. Echt waar? Ja. Vond hij dat fijn? Ja, hij lachte wel, dus ik weet het niet. Ja. Want je hebt zelfs een houten pook en een houten stuur. Ja. Jongen. Dat vind ik ook mooi, hè? Prachtig. Ah, maar dit, dat is mee. Dat bloedt mijn hart, hè? Dit. En bloem voor jou, hoor. Ja, bloedend hart. Bloedend hart, geweldig mooi. Dit is mooi. Prachtig mooi. Prachtig mooi. Hey. Ja. Op die groes ken je? Wie? Op die groes ken je? Waar is dat? Koppeling met opkomen en verder is die automaat. Schitterend mooi. Wat een mooie auto. Nou, Henk, hoe is dat? Op een wagen zitten weer. Geweldig. Heb je al lang niet meer gereden? Al heel lang niet meer. Nee? Nee. Weet je nog wel hoe dit moet dan? Ja, joh, je ziet toch, het rolt al. Kijk, en je hebt hier zo'n wit geval hier. Dit is namelijk een auto met beweegbare voorwielen. Je kan hem lezen en je kunt alle kanten opdraaien. Het is geweldig mooi dit. Uitkijkspiegel, achteruitkijkspiegel zit erop, zodat ik weet wat er achter me gebeurt. Hier hoort een beroemd touwtje te zitten hier. Dat kan niet, dat komt met me. Ja, hij doet wel even. Ja.
Mooi dat, hè? Geweldig mooi. Super is dit, super. Maar mis je dit dan niet? Of is zingen leuker? Nou, ja, ik vind allebei leuker. Mooie vrachtwagen rijden vind ik mooi. Zingen vind ik ook mooi. Maar het is een emotie. Het is een bijna niet te omschrijven gevoel, maar het is gewoon geweldig mooi. Ik reed zelf Scania. Mijn laatste baas Opijnen. Ja. Scania, het was over het algemeen 111, 112. En nou, ik heb ook nog een periode gereden met een klein poosje maar hoor, met een 141 geloof ik, 141, ja. En daar was ik ontzettend trots op, dat ik daar op mocht rijden, dat vond ik heel mooi. Nee, ze zwaaiden naar mij, ook vriendelijk en mooi, en een goede dag zeg. Wat wij zelf heel erg mooi vinden, dat zijn de uitlaten die erachterop staan. Hoeveel uren heb je erin zitten dan? Hoeveel uren? Nou, uren gerekend. Ja, ik weet niet of je dat zo kunt rekenen, maar toch al die vrije dagen en vrije tijd en elk vrij uurtje wat erin gestoken is, zijn we toch, ja, buiten de tijd omdat we werken moeten, zijn we toch meer dan een jaar mee bezig geweest. Hoeveel deuken heb je gereden in je leven? Niks, nul. Nul? Nee, schadevrij chauffeur. Echt waar? En hoeveel kilometer heb je gedaan? 2, 3 miljoen, ik heb geen idee. Zoveel? Ja, zeker weten. Als het niet meer is hoor. Niet meer. Als chauffeur heb je niet zoveel nodig. Maar je hebt je huis bij, je hebt je bed nodig, je hebt niet zoveel nodig. Als artiest heb je een duur leven, een dure auto nodig, dure huizen, mooie vrouwen die veel sieraden moeten hebben, veel kleding voor optredens. Dus lucratief, ja, als artiest moet je meer verdienen om te kunnen existeren. En als chauffeur heb je heel weinig nodig. Het is allebei even lucratief. En als je nou kindertjes krijgt? Want je maakt wel rare uren. Ja, nou ja, dat weet ik ook niet hoe ik dat doe. Mijn collega's die krijgen ook alles voor elkaar, dus waarschijnlijk krijg ik ook wel wat voor elkaar. Misschien ook een andere route gaan rijden of zo, dat anders wordt of zo. Dat qua tijden anders wordt. Ja, goed, dat zien we dan wel weer. Ik krijg voorlopig toch nog geen kinderen, hoop ik, dus dan is het goed. Als ik zie hoe ze hier kan manoeuvreren met die wagen, dan is het een. Ja, daar doe ik haar niet na. Nee? Echt niet, nee. Perfect. En het gaat altijd goed, ook met het lossen van de hoge stapel. Het is een soort drempeltje. Maar dan nooit wat omgevallen. Hoeveel poetsuren stop jij hierin? Poetsuren? Met wassen en poetsen? Normaal gesproken, ik probeer meer eens een keer voor het weekend dat ik een spik en span erbij heb staan. En als je elke week bijhoudt, ik denk met wassen en poetsen, twee uurtjes in de week. Ja, er zijn aluminium tanks en die wil ik helemaal polijsten. Dat is helemaal net een spiegel zijn zo glimmen. Valt nog niet mee. Er gaan aardig wat uren in zitten. Ik denk dat ik nog wel 20 uur erin heb zitten, denk ik. Die zitten helemaal onder de verf. Dat heb ik helemaal geschuurd met schuurpapier. Dan ga ik ze helemaal polijsten. Maar waarom? Mooi, leek mooi, oog mooi. Ja, vind ik gewoon mooi. Als ik ergens langs rijd, je rijdt langs een groot winkelcentrum of een autobedrijf met al die glazen ramen en je rijdt er zelf langs, dan denk ik, ja, daar doe je het voor. Ja, kijk je dan in de spiegel, ja. In de spiegeling? Ja. Heel mooi.
Kijk uit, hier ben ik. Want als ik terugblik, ben ik het liefste toch bij jou. Yay. Want na al die jaren heb ik ervaren dat ik nog steeds aan jongens schakelen en sturen en zenen tegelijk. Dat lukt dus niet, hè? Hey, hey, hey. Show me, jongen, jongen. Goeiedag even allemaal. Hoi. Ik ben zo blij met dit leven, ik ben al jaren truckchauffeur.